kom even kijken wat u hier allemaal aan het doen bent. En ik zie wel uiteraard het atelier. Maar natuurlijk het belangrijkste is natuurlijk dat ik even weet van u wat hier allemaal zo'n beetje plaats gaat vinden en plaatsvindt. En wat er allemaal zo'n beetje aan mooie dingen te doen is. Nou, zoals je het weet, wij zijn kledingreparatie Nieuwe Schans. Wij zitten hier al zelf, wij zijn de nieuwe eigenaren sinds 2 jaar ongeveer bijna nu. En wij hebben het ook overgenomen van een andere Turkse ondernemer hiervoor. Wat wij hier doen, alles wat met textiel te maken heeft. Dus een broekje verkorten, een broekje nieuw rits, de pijpen innemen. Je blouse tailleren, je blouse verkorten en noem maar op. Jurkjes, rokjes innemen, tailleren. Alles wat je kunt opnoemen. We doen ook aan leer. Leren jasjes, ook nieuwe ritsen inzetten, et cetera, et cetera. Maar het is ook voor alles, voor alle maten, voor kinderen ook en noem maar op? Van 0 tot, noem maar op. Ja, van 0 tot 100, laten we het zo zeggen, ja. Ik denk er even aan voor trouwjurken en dat soort dingen. Ook dat is eventueel in jullie mogelijkheid. Ja, want wij doen ook aan stomerij. Wij zijn ook kledingreparatie en stomerij De Bot. We doen inderdaad ook trouwjurken naar de stomerij opsturen. Wat wij zelf ook doen is, soms zijn bijvoorbeeld trouwjurken wel eens gescheurd voordat ze hem even aan hebben. Dat doen we ook repareren. Soms heb je inderdaad van die bruidsjurken waarvan de rits even kapot is, die even gefixt moet worden. Die fixen we dan ook even. Dus we doen ook wel inderdaad aan trouwjurken. Ja, tot zover we het kunnen natuurlijk. En je doet het helemaal alleen of met, zie daar nog een meneer? Ik doe het samen met mijn vader. Oh, dat is de vader, ja, oké. Die zit al 30 jaar in het vak. En dat is mijn backup altijd. Ja. Ik ben het ook aan het leren van hem. Het gaat in de praktijk wat sneller dan op school. En ik doe zelf ook aan vermaken. Maar ik hou me meer bezig met de klanten. En als ik echt bij moet springen, dan ga ik ook echt achter de naaimachine zitten en ga ik ook naaien. En wat zijn de tijden dat de mensen uiteraard die binnenkomen lopen om nodig echt heel snel moeten boel hebben we bestellen? Wat wij doen, wij hebben ook dit, klaar terwijl u wacht. Okay. Dus stel je hebt een broek, dan is zeg maar zo een naad van gescheurd. En dat moet even heel snel gefixt worden. Heeft hij wel eens geluk dat we al gelijk de juiste bijvoorbeeld kleur zwart gaan vanuit. Dan hebben we de gaar al op de naaimachine al klaar liggen en het broekje is ook zwart. Ja, dat doen we wel eens even gelijk. Wat ook wel eens voorkomt is dat het broek even korter gemaakt moet worden. Maar dan vragen we wel wat ietsjes meer tijd voor natuurlijk. Maar dan hebben we het niet over uren, maar dan hebben we het echt van klaar terwijl u wacht. Dan wacht de klant en dan geven we even netjes een koffie erbij. En dan maken we het broek op dat moment voor de klant klaar. Ja. Wat mijn vader momenteel aan het doen is, is een broek van een persoon. Waarvan de achterkant is gescheurd. Dat repareren we ook. Dan doen we een lapje erachter en dan zigzaggen we dat stukje wat gescheurd is weer aan elkaar vast. Maken we er mooi zigzagjes van. Ja, hoef je broek niet weg te gooien. Werkbroeken, waarbij mensen echt grof werk doen en dan scheurt het wat sneller. En dan moeten ze telkens hun broeken weggooien. Nou, zulke stukjes repareren doen we al vanaf 5-6 euro. Het hangt een beetje van de grootte af. En dan loopt het door, zeg maar. Het hangt een beetje van het werk af natuurlijk. Elke dag zijn jullie al geopend? Wij zijn elke dag gaan open, inderdaad. Alleen maandag beginnen we net als iedereen een beetje in de middag. En wij beginnen dan om 1 uur. Het gaat een beetje door tot 6 uur. Of ja, het gaat door tot 6 uur. Dinsdag tot en met donderdag gewoon half 10 tot 6 uur. Vrijdag hebben we een koopavond, gaan we ook gewoon om 9:30 open. Dan gaan we door tot in de avond 9 uur door. En op de zaterdag van 9:30 tot 5. We hebben hier ook een paskamer. Dat kunt u hier zien aan de linkerkant. Voor mensen die bijvoorbeeld een jurk hebben of een rok hebben of een broek hebben die op maat afgesteld moet worden. Dat kunnen wij hier verder op maat afstellen. Of kostuums voor mannen. Waarbij ze een beetje, als iemand een beetje afgevallen is en dat moet weer verder op maat gemaakt worden, dat maken we weer helemaal op maat. Dan kunnen mensen ook hier in de paskamer terechtkomen. Af en toe heb je ook kinderen die in de rolstoel of zo zitten of wat oudere mensen.
Die helpen we ook wel eens graag voor de deur, want die kunnen bijvoorbeeld niet naar binnen toe komen. Ja, en mensen die op de rolstoel zijn, ja, en die toch wel naar binnen kunnen komen, dan kijken we echt wat we het beste voor hun kunnen doen. En voor mensen die natuurlijk ziek zijn natuurlijk, maken we echt hele scherpe prijzen. Dat doen we wel eens, als het een beetje klein werk is, niet zo heel veel werk is, doen we het wel eens gratis. En anders ja, vragen we er eigenlijk ook bijna niks voor, want we moeten blij zijn dat we heel gezond zijn. En ja, en die zijn het dan niet en ze zijn zo geschapen, dus willen we de pijn een beetje delen, zeg maar, op deze manier. Wat we ook doen is stomerij, zoals iedereen dat al weet. We hebben 24 uur service met stomen altijd. Dus dat betekent dat als je iets voor de middag brengt, dan heb je hem de volgende dag in de middag alweer terug. Bijvoorbeeld kostuums, broeken, noem maar op. Alleen als het een extra behandeling nodig heeft, dan is het wel dat het even een dagje langer kan duren. Maar langer dan 2 dagen, dat zal bijna niet voorkomen.